Goedemorgen, welkom in 2050. Dit is het jaar waarin we klimaatneutraal moeten leven en dit is hoe jouw dag er dan uit kan zien. Energie voor apparaten kun je op nieuwe manieren krijgen, bijvoorbeeld zo. Even opladen. In je mobieltje zit standaard een zonnepaneel. Honger. Zin in een goed ontbijt. Dit soort producten liggen een stuk minder vaak in je koelkast. Want in de supermarkt vind je veel meer andere producten. Zoals insecten. Wat dacht je van een knapperige sprinkhaan? Of van kweekvlees. Vlees gemaakt in een fabriek. Je drinkt ook minder melk van koeien. Je kunt nu kiezen voor een lekker koud glas bonensap of voor granenvocht. Ik ga een beetje wennen. Het huis waarin je woont is misschien al niet meer gebouwd van staal en beton, maar van recyclebaar hout. Dat scheelt een hele hoop CO2-uitstoot. En voor de bomen die ervoor nodig zijn, worden meteen nieuwe geplant. En zonnepanelen voor de elektriciteit zijn gewoon weggestopt in de muur. Het scheelt dus weer een heleboel ruimte. Slimme kastjes helpen je om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Bijvoorbeeld als je even een wasje wil draaien. Vanmiddag om 3 uur heb je genoeg zonne-energie opgeslagen. Dan zet ik de wasmachine voor je aan. Dankjewel. Vandaag werk je niet thuis, dus het is de hoogste tijd om de deur uit te gaan. Doei! Als je met de auto gaat, dan rijdt die auto niet meer op benzine of op diesel. Met die brandstof zijn we al lang gestopt. Een auto heb je sowieso niet meer voor jezelf. Je deelt hem met andere mensen. En tijdens een ritje vallen je een paar dingen op. Wow. Ja, die zie je misschien een stuk minder vaak. Het is knetterduur geworden. Vliegen doe je alleen nog maar als je naar een ander continent gaat. En er is veel meer openbaar vervoer, zoals de trein of de Hyperloop. En mensen pakken nog veel vaker de fiets. Vandaag staat er weer geen file, dus gaan we door met het nieuws uit Japan. Daar is een superduurzame spelcomputer uitgekomen. Het apparaat kan niet kapot gaan. Binnenkort komt de spelcomputer ook in ons land in de winkel. Na je werk heb je nog snel even tijd om nieuwe kleren op te halen. Nou ja, nieuw. Oh, leuk. Kleding leen je. Bij een bedrijf of bij je vrienden. Hey, Noortje. Hi, hallo. Ik heb alles wat je wilde lenen hier gedaan. Dankjewel. Alle kleding is ook nog eens veel duurzamer en van herbruikbaar materiaal gemaakt. Veel van dit soort duurzame dingen zijn er nu al een beetje en deskundigen denken dat er alleen nog maar meer bij komen. Ben thuis! Dit soort uitvindingen moeten dus voor gaan zorgen dat er in 2050 geen uitstoot meer is. De ijsbeer is niet langer een bedreigde diersoort. Een paar jaar geleden zag het er nog slecht voor ze uit, maar het gaat dus beter en er worden steeds meer kleintjes geboren.